Frans brood, alstublieft. Frans brood? Ja. Dan wil je naar Frankrijk gaan. Ja, en daarmee ga ik dat Frans brood meedoen voor in Frankrijk optreden. En waar reed je dan? Tot in Roubaix. Tot op de piste. Maar dan naar Rivière van Parijs. Oh, dat is de moeite nog. Ja. Zal iets te zeggen, dank je wel. Ja, merci. Dank u. Dank u wel. Ik ben dus. Ik zit hier nu op eigenlijk de laatste kasseistrook van Parijs-Roubaix. En mijn bedoeling is om Parijs-Roubaix te fietsen op 1 april. Ja, straks zal ik op de velodroom toekomen. En ja, dat is een heroïsch moment eigenlijk om na al die kilometers op een mooie piste toe te komen. En te denken dat er zoveel voor mij grote namen ook op die piste zijn toegekomen. Het is niet daarom dat ik het doe, maar wel om de voldoening die ik zal hebben als ik op de piste toekom. Ik ga mijn laatste 100 meter bezig als ik nu weet dat ik hier eigenlijk de poort binnenrij van Parijs-Roubaix. Ik dacht dat ik, dat ik genoeg snelheid had, maar blijkbaar moet ik waarschijnlijk een tandje bijsteken. Ik ben even gevallen. Nee, maar dat hoort erbij. Het schijnt aan een coureur een paar keer moet volledig vervallen tegen dat hij een echte coureur is. Dus eigenlijk hoort dat bij de sport. Ik had het al gevoel, zo in het begin gaat het nog. Hè. Dan zag ik hem zo, dat lijkt niet stijl, maar... Volgens mij moet je redelijk wat snelheid hebben dat je een middelpunt vliedende kracht of zoiets.